Europese leiders in Europese hoofdsteden hebben de mond vol van Europese samenwerking en het wegnemen van barrières. Toch zien we dagelijks in de praktijk dat er aan de grenzen steeds meer nieuwe obstakels bijkomen. En het zijn vooral bewoners van grensregio's, zoals in mijn eigen mooie Limburg, die daar de dupe van worden. Mensen in grensregio's die in de dagelijkse praktijk volop over de grenzen heen gaan. Om te werken, om te wonen, om te winkelen, om naar de dokter te gaan. En deze mensen die worden nu geconfronteerd met discriminatie en worden verder ontmoedigd om over die grenzen heen te gaan. En wij moeten hier ervoor zorgen dat we grenzen afbreken en dat we geen nieuwe grenzen opwerpen. Grensregio's zijn de proeftuinen van Europese samenwerking. Als we daar op deze manier mee omgaan, zie ik de toekomst van de EU somber in. Dus daarom vraag ik aan u, commissaris. Blijf u verzetten tegen deze Duitse tol, zolang er, al is het maar een heel klein stukje, van die discriminatie in zit. Wij zullen dat vanuit het Europees Parlement hier in ieder geval blijven doen. Dank u wel.